Voorzitter, reeds in de eerste termijn heb ik namens mijn fractie betoogd waarom wij de inhoud van het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten steunen. Mijn bijdrage ging voornamelijk over de discrepantie tussen het verdrag en de ontmanteling van het voorzieningenniveau voor mensen met een beperking de afgelopen 3 jaar. Ik heb het dan over de majeure bezuinigingen als het gaat om verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding. Ook gaat het dan over inkomen, onderwijs, eigen regie, wonen, werken, afhankelijkheid, vrijheidsontneming en toegankelijkheid. Op mijn kritiekpunt, de tijdigheid over dat de coalitie met dit verdrag de put dempt nu het kalf verdronken is, kwam de staatssecretaris als reactie slechts met de smoes dat de nieuwe wetten aan het verdrag getoetst zijn. You're right. Iedereen snapt dat als dit verdrag de afgelopen jaren eerst behandeld was en pas daarna de nieuwe WMO, WLZ en overige in totaal 105 bezuinigingen, er niet zo fors op het voorzieningenniveau gesnoeid had kunnen worden als nu het geval is. Immers, het verdrag voorziet in vooruitgang in plaats van achteruitgang. Het verdrag voorziet in meer in plaats van minder. Voorzitter, dan het amendement van Dijk over de verplichte algemene toegankelijkheid voor particulieren. Wij kunnen dat niet steunen. Niet alleen vanwege de hypocrisie als het gaat om de afbraak van het voorzieningenniveau voor gehandicapten door hemzelf en zijn partij in de voorbije jaren, maar ook als het gaat om de tweedeling, de verharding in de samenleving waar zijn amendement in mijn ogen toe leidt. Voorzitter, als eerst het punt over hypocrisie. Als het gaat om de afbraak van het voorzieningenniveau door de Partij van de Arbeid, kan ik het bijvoorbeeld niet rijmen dat de loophulpmiddelen, dus niet alleen de rollator, maar ook de driepoot, het looprek, de krukken en noem maar op, uit het pakket zijn gegooid. Waardoor straks niet eens alle mensen met een beperking hun huis zouden kunnen verlaten om naar die verplicht algemeen toegankelijk gemaakte winkels toe te kunnen gaan. Een ander hypocriet voorbeeld van de afbraak van het voorzieningenniveau is de levensstandaard. De Partij van de Arbeid halveerde bijvoorbeeld de inkomenscompensatie WTCG en schrapte de compensatie voor het eigen risico. Veel mensen met een beperking zijn hierdoor financieel door de bodem gezakt en zouden niet eens meer een hapje kunnen gaan eten in een restaurant dat straks door de Partij van de Arbeid verplicht algemeen toegankelijk is gemaakt. Voorzitter, ik snap dat dit kregelige argumenten tegen dit amendement zijn en geen inhoudelijke. Maar ik wilde het nogmaals benadrukken. Dan gaan we nu over naar mijn inhoudelijke argument tegen dit amendement, voorzitter. En dat is dat ik dit niet de manier vind om algemene toegankelijkheid te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld, als in een horecagelegenheid gehandicapten niet normaal worden behandeld, zoals we dat wel eens lezen, dan moeten we solidair, beperking of niet, niet meer ons geld gaan brengen naar de betreffende ondernemer. Hetzelfde geldt voor toegankelijkheid. Als we bijvoorbeeld een webwinkel tegenkomen die ontoegankelijk is voor anderen, bijvoorbeeld voor mensen met een visuele handicap, dan kunnen we een e-mail naar de betreffende bedrijf sturen en hen er vriendelijk op wijzen. Wordt er niks mee gedaan, dan kunnen we ons geld beter uitgeven bij een webwinkel die wel toegankelijk is. Voorzitter, ik heb er in eerste termijn op gewezen dat inherent aan ondernemen het verwerven van zoveel mogelijk klandizie is. Dat is simpelweg de kern van wat ondernemen is. Als je als ondernemer met je winkel, horecagelegenheid, administratiekantoor, taxi, website of wat dan ook onvoldoende toegankelijk bent, dan ben je gewoon stom bezig. Als je een potentieel van ongeveer 2 miljoen klanten links laat liggen, dan ben je een oen. De reactie daarop moet niet zijn dat we die ondernemer gaan criminaliseren. Nee, we moeten hem of haar er eerst vriendelijk op wijzen en als er niets verandert ons geld uitgeven bij een ander die wel toegankelijk is. Natuurlijk is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dat snap ik ook wel. En ik begrijp ook de ergernis als je voortdurend tegen ontoegankelijkheid aanloopt. Maar tegenover elkaar gestaan in een rechtbank is niet de oplossing. Ook heb ik betoogd dat er meestal geen sprake is van onwil, maar van onwetendheid. Ik snap dat dat tot irritatie kan leiden, maar laten we onwetendheid niet criminaliseren. Doe gewoon mee met z'n allen. Een ontoegankelijk café? Doei, we gaan naar de buren. Een ontoegankelijke winkel? Ik breng mijn geld wel bij uw concurrent. Een ontoegankelijke website? Eens kijken wie uw producten nog meer aanbiedt. Dat is volgens mij gelijkwaardigheid en dat is volgens mij een inclusieve samenleving. Voorzitter, tenslotte, laat me dat even afmaken. Lijkt me prima. Ik wil tot slot ook opmerken dat geen van de 2 miljoen mensen met een beperking baat heeft bij een andere behandeling dan een normale.
Een normale behandeling betekent ook normale amendementen en niet speciale amendementen. Dus amendementen met kostenplaatje en met dekking. En niet zonder, omdat het om een gehandicapte gaat. Ik vraag de staatssecretaris nogmaals om die kostenplaatjes te leveren. En ik vraag mijn collega's hun amendementen van een deugdelijke dekking te voorzien. Een gelijkwaardige behandeling begint hier in de Tweede Kamer, de Staten-Generaal. Als laatste kort samengevat, wij steunen het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten. En het amendement van Dijk steunen wij niet. Mevrouw Voortman. Voorzitter. Oh, pardon. Ja. Voorzitter, dank u wel. Ik wil even ingaan op het inhoudelijke argument wat mevrouw Agema gebruikte om het amendement van de heer Van Dijk, maar ook van mevrouw Dick Faber en van mijzelf niet te steunen. Ja. En zij geeft daarin aan dat het ook belangrijk is om eerst vriendelijk te vragen om een voorziening toegankelijk te maken. Maar hebben we dat al niet lang genoeg gedaan? Is er nu ook niet een keer tijd om te zeggen van nou, de tijd van vriendelijk vragen is wel een keertje voorbij? Nou, ik vind dat we niet overgaan moeten gaan tot criminaliseren. Ik heb in mijn eerste termijn ook bijvoorbeeld het voorbeeld gegeven van toen meneer Van Dijk hier onze collega werd, dat er nog zoveel aanpassingen gedaan moesten worden hier in het huis. En niemand had dat voorzien. Maar ik weet wel dat de Kamer vol zit met mensen die dat helemaal niet expres gedaan hebben. Dat was onwetendheid. En dat is ergerlijk, dat snap ik heel erg goed. Maar ik vind vervolgens niet dat, of het nou de overheid is, die moet toegankelijk zijn, maar ik vind niet dat mensen met een winkeltje of een restaurantje gecriminaliseerd moeten worden en voor de rechter gesleept moeten worden. Ik vind dat we dan gewoon moeten zeggen, ja, we vragen het. En als u dat niet doet, we gaan naar de buren. Gewoon naar iemand anders. Mevrouw Voortman. Maar voorzitter, ik kan me voorstellen dat iemand die naar een restaurant wil, of iemand die naar een universiteitsgebouw wil, of naar wat voor ander gebouw wil, dat die het zo langzamerhand ook wel een keertje zat is, dat hij dat altijd moet vragen, dat hij altijd moet checken of het toegankelijk is. En het idee van ons amendement is nou juist van, nee, het wordt vanaf het begin geregeld. Niet om naar de rechter te stappen, maar juist om het te regelen. Juist om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking dat niet apart moeten regelen. Ik zou toch hopen dat mevrouw Agema dat ook belangrijk vindt. Mevrouw Agema. Voorzitter, mevrouw Voortman is Kamerlid. Wetten leiden tot regels, ze leiden tot rechtszaken en jurisprudentie. Daarom maakt u een amendement. Ik snap die kregelijkheid, ik snap die irritatie. Ik snap dat het heel erg vervelend is als je fysiek of omdat je slechthorend bent, gewoon niet over een drempel kan of door een scherm heen kan. Ik snap dat dat heel vervelend is. Maar wat we niet moeten doen is vervolgens van de mensen die verantwoordelijk zijn voor die ontoegankelijkheid om daar criminelen van te maken. Ik vind dat een slechte zaak. Dus ik vind dat het niet in wetten geregeld moet worden. Ik vind dat het ook niet moet leiden tot het criminaliseren van particulieren. Ik vind dat, dat we dat op een vriendelijke en vrijwillige basis moeten regelen. De heer Van Dijk. Ja, voorzitter, ik vind dat mevrouw Agema een grenzeloos naïef betoog houdt. Want waar merkt zij uit op, of maakt zij uit op, dat het vanzelf wel goed komt? Dat is eigenlijk hetgeen wat zij ook zegt. En als je toch kijkt waar we de afgelopen 20 jaar vandaan zijn gekomen en waar we nu dan staan, dan is er nauwelijks echt vooruitgang geboekt. Dus waar maakt mevrouw Agema nou uit op dat er niks nodig is om te regelen, dat het vanzelf wel goed komt? Mevrouw Agema. Voorzitter, ik vind de woorden van meneer Van Dijk van grenzeloos naïef echt ongepast. Voorzitter, ik heb 3,5 jaar geleden een sjoep gehad, de hoogte van mijn 5e nekwervel. Ik heb MS. Ik heb mogen ervaren hoe het is om vanaf je 5e nekwervel een groot probleem in je lichaam te hebben. Dat heb ik mogen ervaren. En ook de drempels die dat opwerpt. Dus ik ben niet grenzeloos naïef. Het gaat erom welke oplossing zie je. En ik zie geen oplossing via de rechter. Die zie ik niet. Maar ik begrijp de ergernis. Maar ik vind dat wij als samenleving, de 2 miljoen mensen met een beperking voorop, en iedereen zonder beperking, samen de handen ineen moeten slaan en op een vriendelijke manier dit moeten bewerkstelligen. En ik weet dat dat niet vandaag of morgen geregeld is, maar we zullen er wel op die manier naar moeten kijken. Want we moeten gewoon niet overgaan tot criminaliseren en rechtszaken, dat lost niks op. Tot slot, de heer Van Dijk. Voorzitter, 2 miljoen Nederlanders die samen met mevrouw Agema en mij dagelijks worden geconfronteerd met obstakels waardoor zij juist niet inclusief kunnen deelnemen aan de samenleving zoals iedereen dat eigenlijk ook wil. Volgens mij is de handen ineens slaan dat we die samenleving zo inrichten dat of je nou een rolstoel zit, MS hebt, blind bent, doof bent of wat voor beperking dan ook, je gewoon je ding kunt doen. Gewoon mee kunt doen zonder dat je van tevoren hoeft te bellen, hoeft te plannen, hoeft te regelen. Maar dat je gewoon ervan uit kan gaan dat de samenleving voor jou, voor mij, voor iedereen
gewoon toegankelijk is. Dat is de handen ineens slaan. En dat regel je, omdat dat 20 jaar niet vanzelf gaat, bij wet. Daar zijn wij voor. Mevrouw Agema. Ja, voorzitter, daar ben ik gewoon eens met meneer Van Dijk. En ook al 9 jaar hier in het huis pleit ik voor verblijfsrechten in verpleeghuizen. Dat mensen naar buiten mogen. Dat mensen onder de douche mogen. Dat mensen in het verpleeghuis waar ze wonen nog rechten hebben. En dat is in ons land niet geregeld, want er zijn huizen die zeggen, bij ons wordt alleen op zondag gedoucht. Er zijn mensen die opgenomen worden en nooit meer naar buiten komen. Er zijn mensen die al maanden met een washandje worden, geïmpregneerd washandje worden gewassen. Terwijl ze eigenlijk onder de douche willen. En die rechten, daar heb ik jaren en jaren voor gestreden. En uiteindelijk kwamen ze terecht in de WLZ met deze staatssecretaris waar ik hem dankbaar voor ben. Maar het was de heer Van Dijk die hoogst persoonlijk die basale verblijfsrechten voor de allerkwetsbaarste en allerziekste in ons land uit de weg haalde. Want hij wilde geen claimcultuur. En nu wil hij het wel. Dus voorzitter, ik begrijp zijn frustratie, ik begrijp zijn kregeligheid. Maar hij gaat het niet bereiken door het af te dwingen via het criminaliseren van mensen die goedwillend zijn. De heer Van Gerven. Voorzitter, ik begrijp niks van het betoog van mevrouw Agema. Ze heeft gewoon inderdaad 3 weken zitten studeren. Hoe kan ik nou rechtvaardigen om tegen dat amendement te zijn? En dan komt ze met, ja, ik ben kregelig. En dan geeft ze zelf aan, ja, dat is eigenlijk niet een goed argument. Maar het inhoudelijke afweging klopt ook niet. Want neem nou, vraag ik zeker via de voorzitter, als je uitgaat van verblijfsrechten voor verpleeghuizen, dat er bepaalde rechten moeten zijn. Dat regel je dan bij wet. Wat is dan in essentie het verschil dat je bij wet de toegankelijkheid regelt bij bijvoorbeeld een horecagelegenheid? Mevrouw Agema. Die vraag kan ik aan de heer Van Gerven stellen, want hij was tegen de verblijfsrechten. De heer Van Gerven. Voorzitter, wij waren voor dat mensen in een verpleeghuis gewoon die dingen krijgen die ze nodig hebben. Waren wij voor. Nee, langs een ander, jawel, daar waren wij voor. Wij garanderen dat recht. En we hebben dat op een andere manier gedaan. Maar u probeert weg te duiken van mijn vraag. Want mijn vraag was de volgende. Als je iets normeert via een wet, hoezo criminaliseer je dan degene die die wet, die norm dan moet uitvoeren? Wat is er nou crimineel richting een horecaonderneming of wat dan ook, of een bibliotheek of noem maar op, om ervoor te zorgen dat de toegankelijkheid de norm is en niet de drempel? Wat is daar crimineel aan? Ik begrijp het niet. U laat de mensen met een beperking in de kou staan. Mevrouw Agema. Mevrouw Agema. Nou, voorzitter, dat is niet zo. En ik denk dat mijn betoog dat ook duidelijk naar voren brengt. En er zijn vast nog wel beelden van het grote zorgdebat waarin wij tegenover elkaar stonden. En meneer Van Gerven duidelijk aangaf tegen verblijfsrechten te zijn. Dus dat is in ieder geval het ene punt, voorzitter. En dat gaat over verblijfsrechten, zoals je ook in de gevangenis verblijfsrechten hebt. Je woont niet meer thuis, je bent overgeleverd aan de zorg van iemand anders. Mag je dan nog basale verblijfsrechten hebben? Twee, als het gaat om het woord criminaliseren. Ja, als je naar de rechter stapt, dan wil je een uitspraak en iemand wint of verliest die rechtszaak. En dan is het heel gebruikelijk dat mensen dat dan criminaliseren noemen. En dat noem ik ook. En dat is heel normaal woordgebruik. En ik vind dat, dat wij particulieren in ons land de ruimte moeten geven en bieden. En ook daartoe op moeten roepen om toegankelijker te zijn en te worden. En ik denk dat veel beter is dan naar de rechter te stappen. Ik vind het wel vriendelijker. Partijen als de UWE hebben de mond vol van zaken als ze polariseren en weet ik veel wat. U creëert het hier nu zelf. Ik vind dat we een veel vriendelijkere samenleving moeten zijn dan mensen die bereidwillend zijn. Ja. En bereidwillend zijn om hun zaak aan te passen, want dank ze willen meer klandizie. Dank u wel, mevrouw Agema. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van der